Ja, jongens, kijk. Daar ligt Marcel. Allemaal heuvelachtige structuur. Kijk. Daar is de hangmat. Kijk, daar loopt Mike. En wij gaan nu... Hallo. Jump around, Joe. Kijk, daar is je mijn stoel. Wij gaan nou eventjes deze kant heen. Waarom? Kijkers, dat ga ik jullie nu vertellen. Want, zonder wat te laten zien, ga ik mijn tas ophalen. Want het was te zwaar geworden. Nou zijn we weer wat afgekoeld. En daarvoor wat bijgekomen. Ik had iets te veel spul bij me blijkbaar weer. Eventjes op het ding kijken waar we nou heen moeten. We moeten die kant heen. Dan gaan we eventjes kijken wat we gaan vinden. Het is een hele mooie plek hier. Is wel geweldig. We zitten er nu met z'n drieën. En kijk eens even naar deze zandstructuur. Ik heb wel een stuk of 5 of 6 steken al van mijn arm af moeten schieten. Ja, niet met een gun, maar gewoon zo. Pieuw, weet je. En dat was een stuk minder. Maar ja, ze zijn eraf. Ik heb er nog ingespreid met tekenspray, dus ik hoop dat ze wegblijven. Dus het voordeel van de winter is dat ze er niet zijn. En het voordeel van de zomer is, er zijn teken. Jawel. Jongens, het is hier echt een fantastische omgeving. Ik ben er aan het filmen met mijn goede camera. Er staat alleen helaas wat wind. Sorry daarvoor. Dan gaan we kijken of we een keer de grote steen op kunnen halen. Want die moet daar ook nog ergens liggen. En om die te kunnen vervoeren in de rugtas, wat dus niet gaat lukken. We hebben een hele grote mega steen gevonden. Kijk eens naar deze omgeving, jong. Poeh. Het is nou pas dat ik eigenlijk een beetje bijkom, omdat ik weer aan het lopen ben. Maar dat was echt enorm zwaar. Ik had weer iets te veel meegenomen blijkbaar. Zoals altijd eigenlijk wel. Maar goed, ik zeg altijd van beter iets te veel op de plek. Als dat je op een plek zit en je drinkt bijvoorbeeld je biertje en je zou er dan nog één willen. En er is niks meer. Denk daar maar eens over na, mensen. Oh. Maar goed, we gaan even een stuk bos verkennen. We hebben al meerdere herten hebben al kunnen zien. En wij moeten dus nu hierheen. Ik kan jullie alleen de GPS niet laten zien, want hij geeft een straat en tekst allemaal aan waar we zijn. Wat hij dus vroeger niet deed, nu dus wel. Ja, Maaike die had al een soort van onderkaak van een zwijn gevonden met 2 van die hoektanden eraan. Was ook wel heel spectaculair. Dat kan ik jullie zo dadelijk wel even op de film laten zien. Oh, het is weer zo benauwd, jongen. Het is echt extreem warm weer. Jongens, we zijn aan het vloggen. Dit hebben de zwijnen allemaal aangericht. En dat snap ik niet, want we hebben zo'n zwijnenonderkaak gevonden. En de rest van het beest was nergens te vinden. Dus dat is wel een beetje vreemd. Maar goed, en hier zie je ook allemaal duidelijk sporen. En zo hier ook maar 1 voetafdruk bij zitten. Nee, dat zit er gelukkig niet bij. Dit is altijd weer zo'n situatie waar jagers kunnen zitten. Hoi meneer jager. Snap je? En daar word je ook niet blij van. En ik zie dat hier een wildwissel is. Kijk, en dit zijn altijd de plekken waar je extreem moet oppassen. Wij zitten daar ergens achter. Nou, ik kan wel zeggen dat ik vandaag, maar even, dan moet ik niet liegen. Ja, waarschijnlijk een van de zwaarste dagen weer heb meegemaakt met dingen sjouwen sinds dit jaar. Tenminste, ja, het komt wel in de buurt. Dat is, het was wel redelijk heftig was het. Dus ik moest eigenlijk mijn tas laten staan, want het, ja, het ging niet meer. Kijk, ik had laatst ook, was ik gewoon ook doorgejakkerd en toen had ik allemaal blauwe plekken op mijn arm. Ik denk van ik laat hem nou gewoon staan, ik loop gewoon 2 keer. Dat kost wel iets meer tijd, maar dan heb je het ook even gezegd, wat zijn we nou allemaal aan het doen? Eventjes kijken, wij moeten die kant heen, dus de tas moet daar ergens liggen. Ik weet niet of jullie hem al beeld zien, geen idee. Ah wacht, ik denk, nee. We dachten dat we wat zagen. Ik heb ze net 1 flesje water heb ik zo in 1 keer leeggedronken, jong. Ik had echt watergebrek. Nou zou ik zeggen
dat ik de tas moet... Ja, wacht. Ik denk dat ik hem al zie. Kijk. Hier ben ik dus helemaal niet blij mee. Kijk, dit is wel oud. Herten. Of het is een krakende boom. Maar goed. Het is al een oud stuk. Even kijken waar we heen moeten, jongens. Het is hier recht voor ons. En als ik dan de tas gevonden heb, dan doe ik de vlog weer beëindigen. Jongens, we hebben de steen gevonden. Kijk, daar ligt er nog in. Dit is een kleintje. Ja, die moeten we eigenlijk bij de vuurplaats hebben. Ik weet natuurlijk niet of we vuur gaan maken. Ik denk het niet, maar we zullen zien. Oei, 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 oei. Oh, ik schrok me kapot. Jongens, ik dacht, daar staat iemand. Maar het is gewoon iets... Jongens, het is mijn tas of niet? Wacht even. Oh, jongens, er staat een actiontas. Yo! Dat was even schrikken. Jongens, ik schrok van mijn eigen tas. Gaaf, jong. Ja, wij dachten dat hij meer daar lag. Ligt hij gewoon daar. Oh, de laatste paar keren, de laatste 2-3 dagen schrik ik iedere keer in het bos van dingen. Terwijl er eigenlijk niks is. Ook wel vreemd, want daar had ik vroeger helemaal geen last van. Kijk, hij komt in beeld. Ja, ik krijg een melding dat we er zijn. Hoorden jullie die piep? Ik hoop dat jullie het gehoord hebben. Jongens, daar is het. Oh, heerlijk. Kijk eens. Al dat spul. Dit gaat Maaike zo dadelijk ook prachtig vinden, denk ik. Ik zeg nog niet wat het is. Dat zullen jullie wel zien in de video. Het is iets elektronica's. Ik denk dat heel veel mensen wel weten wat het is. Jongens, we hebben de radio bij ons. Oh, jongens. Hakken. Daarop. Kijk eens. Die kan ik nou heel goed gebruiken. Capri Sun. Geweldig. Hey jongens, deze dingen delen ze in Afrika ook uit. Aan de kindjes die verhongerd zijn, heb ik gezien. En ja, dat klimaat is vele malen heter, dus het moet gewoon goed spul zijn. Nou jongens, we gaan beginnen. We gaan de tas pakken. En we gaan weer onze kant op.